Beste luisteraars, en het nieuws is weer afgelopen. We gaan verder een gesprek hebben met Ludwig van Milieu. Ludwig, een goede nacht. Goedenacht, Iwan en alle luisteraars van Radio Tamara. Ik groet u vanuit een warm zomers Nijmegen. En ik ben u graag weer van dienst met mijn politieke commentaar op de actualiteit in Suriname. Ja, we maken in Europa de drukte mee en de spanning van de Europese voetbalkampioenschappen voor landenteams. Ja, en iedereen heeft het erover. Er is dus een kleine voetbalgekte uitgebroken die een beetje de zorgen en de misère van de COVID-pandemie naar een kant hebben geschoven. Maar dat blijft doorspelen op de achtergrond. En daar kom ik zo aan toe. Het is namelijk zo dat COVID nog steeds Europa regeert. En het gaat nog steeds om het zo snel mogelijk vaccineren van vele mensen. Ja, iedereen die wordt in de gelegenheid gesteld zich te vaccineren. En er is een behoorlijk tempo. In een behoorlijk tempo is men bezig. In Europa, dat is het nieuws, de mensen te vaccineren. En in Suriname hebben we een minder voortvarend bericht dat er reeds 88 doden te betreuren zijn geweest in de maand juni alleen. Dus de maand waarin we ons nu bevinden, heeft al 88 doden opgeleverd. En we gaan de 3 doden per dag voorbij streven. Dus meer dan 3 doden per dag. 88 reeds in de maand juni. En dat is voor Suriname een gigantisch getal. En totaal zijn er in Suriname al 390 mensen gestorven aan de COVID-pandemie. Dus er is een alarmsituatie. Dat weten we al. Dat is geen nieuws. Maar het nieuws is dat er nu door de minister Amar Radin van Volksgezondheid aan de bel getrokken is bij Nederland. En dus ik moet u eventjes nog uw geduld op de proef stellen. Voordat ik even wat voetbalnieuws behandel, wil ik toch wijzen op het gegeven dat nu de hulpverlening van Nederland aan Suriname naar aanleiding van een officieel verzoek van de Surinaamse regering op gang begint te komen. En het is zo dat er een medisch team, men noemt het de Nederlandse medische missie, ja, onder leiding van Mark Sprenger, ja, die is in Suriname aanwezig. En met begeleiding van ambassadeur Henk van der Zwan, ja, is die missie bezig Suriname assistentie te verlenen op het gebied van de bestrijding van de COVID-pandemie. Het is een noodkreet van de minister van Volksgezondheid in Suriname. En dan moet ik u zeggen, ik blijf vertrouwen hebben in de Surinaamse regering, maar ik moet u zeggen, ik luister goed naar de reacties uit de Surinaamse samenleving. Natuurlijk vindt heel Suriname het prima dat wij hulp krijgen uit Nederland. Maar ik ben hier in dit programma om de actualiteit en de politieke ontwikkelingen te commentariëren, van commentaar te voorzien. En ik moet u zeggen, ik voel me er niet prettig onder dat ik moet constateren dat die regering in Suriname de kritieken die door de bevolking beleverd worden op die regering niet serieus neemt. En ik verwacht dus grote problemen. Men onderschat het cumulatieve, de cumulatieve ontevredenheid. Het is meestal zo dat men, en dat heb je gezien bij die vorige regering ook, Men neemt het bezwaar van de regering, van de bevolking,
die regeringsbeleid niet zo serieus. Je ziet dat men het makkelijk afwimpelt. En ik moet u zeggen, ik krijg de indruk dat die regering zelfs Oost-Indisch doof is. En het komt erop neer dat wanneer je hoort dat er hulp gevraagd wordt uit Nederland, en dan ga je dus kritisch kijken van hoe men omgaat met de toegelaten hulpgoederen. Eén, men met de deskundigen uit Nederland die nu veelvuldig aan het woord komen in de Surinaamse pers. Alsof zij moeten komen vertellen aan ons wat er in Suriname aan de hand is. Men heeft geen notie van de politieke belediging die men keer op keer door in feite zeer onvolwassen gedrag de Surinaamse bevolking aanricht. Het is namelijk zo, het is al een shintorie dat je hulp moet vragen. Ja? En ik ga dat even illustreren aan de hand van een nieuws wat ik ook ga behandelen over de watersnood in het buurland Guyana. Maar laat me dit even over COVID in orde maken. Dus er is een medische commissie in Suriname die is op oriëntatie. En dan weet u wat het is? Terwijl het hele volk zit te wachten op de ontwikkelingen in het kader van de toegezegde financiële steun aan die bevolking. Want straks is het eind van de maand, dan gaat u horen waartoe de regering wel en niet in staat is. Dus er komen nog problemen aanzeilen, zal ik zeggen. En dan moet je vernemen van deze regering, zonder dat men precies uitlegt het hoe en waarom, dat een Nederlandse deskundige commissie van deskundigen die gaat een oriëntatiebezoek brengen aan Nikeri. Ja, natuurlijk. Nikeri is een provincie van Suriname. En er wonen Surinamers daar. En het is heel goed als die Nederlandse wetenschappelijke missie Nikeri bezoekt. Maar men moet die bevolking voorleggen waarom de keuze voor Nikeri gemaakt is. Is er misschien zo dat het toegenomen aantal doden en besmettingen vergeleken met de rest van Suriname in Nikeri het hoogst is? Dus is er wetenschappelijk medische evidentie dat die missie naar Nikeri gaat? Je zou verwachten dat wanneer een Nederlandse officiële missie een hulpverlening aan het onderzoeken is van hoe men dat het beste kan aanpakken, dat men dan vanuit het centrum van waar het medisch beleid in Suriname wordt gemaakt, naar de periferie zijn beleid gaat installeren of gaat herzien. En dan zie je plotseling dat die hele missie wordt gebracht naar Nikeri. Dan krijg je wel haast de indruk dat Suriname vanuit Nikeri wordt bestuurd vandaag de dag. Ik zeg die dingen, want er zijn allerlei stemmen die af en toe reageren. Er zijn van die mensen die op alle slakken zout leggen en mij als het ware de ruimte willen ontzeggen om dingen te rapporteren die ik verneem in die bevolking, waar de bevolking over praat en die niet goed uitwerken. Het grote probleem in Suriname is de etniciteit. De etniciteit dat men de indruk heeft dat er familie en vrienden van die regering voorrang verdienen. Ja, op de een of andere manier is dat een beleidsuitgangspunt van de huidige regering. En er wordt in Suriname openlijk over geklaagd dat men met benoemingen ziet men het heel duidelijk, dan komt het aan het licht. Maar het is ook achter de schermen, wanneer er over financiën en hulp gesproken wordt, dat er een eenzijdig beleid wordt gevoerd, dat men ook in financieel opzicht, als het gaat over hulp aan het bedrijfsleven, dat je de indruk krijgt, en je ziet het vaak ook bevestigd, ik ga dat even aan de hand van een paar voorbeelden goed aantonen, dat we op meerdere niveaus de klok aan het terugdraaien zijn in Suriname. En het belangrijkste bezwaar is de etniciteit. Dat
dat er meer dan... Ik heb het in vorige uitzendingen gezegd. Je leest wanneer het gaat om hulp uit Nederland naar Suriname. Dan zijn het alleen de Persats en de Sings en de Deunanand en noem maar op allerlei Indiaanse namen die de revue passeren. En daar wordt over gesproken door die bevolking. Het lijkt erop alsof we in Suriname te maken krijgen met eerste klasse burgers. Naar welke de aandacht uitgaat wanneer er problemen zijn. Die moeten veiliggesteld worden. En de rest komt later wel. En dan wordt pour la forme, wordt om de indruk te wekken dat men pluriform bezig is, wordt dan de Surinaamse Bosland-Kriool bij betrokken. Dat zijn de representanten van de Afrikaanse bevolkingsgroep in Suriname. En dan doet men, men noemt het met een moeilijk woord het tokenisme. Dan doet men alsof, ja, als je een niet-Hindoestaanse naam bij vernoemt of die indicatie aangeeft dat je dan nationaal bezig bent. Maar het valt me gewoon op en daarom zeg ik dat. Omdat in Suriname de indruk echt bestaat. En ik hoop dat ik het helemaal verkeerd zie. Maar ik moet u zeggen, ik luister goed naar de verschillende geledingen in die bevolking. En ik krijg de indruk alsof het de Hindoestaanse top financiële captains of industry zijn in Suriname, die samen met de witte Nederlanders de dienst aan het uitmaken zijn in Suriname. We krijgen een indruk dat geen prettige sfeer hangt er in Suriname. Er is geen nationale verbondenheid aan het groeien. Meestal is het zo in een crisis, dan moet je zien dat er solidariseringsprocessen zijn onder die bevolking. Maar wanneer je ziet dat er een stevige hulpmissie uit Nederland op gang komt, waarmee alle Surinamers blij zijn, laat me dat goed zeggen. Dus de Nederlandse steun heeft van alle Surinamers ondersteuning, zullen we zeggen. Men is er blij mee, maar men ziet het niet vertaald in de implementatie van het beleid. En dat, wanneer ik dus een bericht lees dat de minister van Volksgezondheid met die Nederlandse medische missie onder leiding van meneer Mark Sprenger en ambassadeur Henk van der Swan zich gaan oriënteren in Ikeri, dan is het gewoon legitiem, dat mag, dat is goed. Maar dan verwacht je dat er een totaalbeeld gegeven wordt waarom Ikeri een prioritaire behandeling moet krijgen met betrekking tot de hulpmissie die vanuit Nederland aan Suriname nu aan de orde is. En er is ook aangekondigd door deze regering dat er eind van deze maand, juni, ook die vaccinaties uit Nederland verwacht kunnen worden. Ja. En wanneer je ziet dat men zich in het veld van Nikeri gaat oriënteren, terwijl we in Suriname het academisch ziekenhuis hebben en heel wat grote ziekenhuizen, het Wanika ziekenhuis, etc. Dan ga je toch afvragen van hoe moeten we het beleid hierachter interpreteren? En het signaal dat ik afgeef is dat men in Suriname niet tevreden is met de nationale opstelling van deze regering. Men heeft de indruk dat er op een heel akelige, niet sympathieke manier een prioritaire behandeling wordt gegeven aan diegenen die deel uitmaken van diezelfde etnische groep als de VAP, die nu de politieke leiding in Suriname in handen heeft. Laat ik hopen dat wat ik nu signaleer niet de waarheid is. Ja, maar ik vrees het ergste. Het gaat nu zulke vormen aannemen dat die bevolking de indruk krijgt dat er een handjeklap plaatsvindt tussen bepaalde Nederlandse beleidsmakers en
gelijkgezinde regeringsdeelnemers. En dat we dus te maken hebben met een niet-nationaal ontwikkelingsbeleid in Suriname. Dat is het signaal wat de regering uitgeeft, in tegenstelling tot wat ze met hun persberichten beogen. De persberichten die wekken de indruk dat er niets aan de hand is en dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Maar in de praktijk zijn de mededelingen allemaal te toetsen op de pluriformiteit van die bevolking. Zijn ze allemaal negatief. Je ziet gewoon dat aan de ene kant de VAP beleid maakt waarbij dan Nikeri als belangrijkste beleidsgebied in detail wordt behandeld. Er is zelfs een aparte ontwikkelingscommissie voor Nikeri die allerlei projecten voor Nikeri al op een rijtje heeft staan. Als het gaat, als we straks subsidies gaan krijgen, hulp uit het buitenland, dan heeft Nikeri een stevige positie. En nogmaals, dat kan. Ik vind het helemaal niet erg dat het zo is, want we zijn allemaal Surinamers. Maar men moet het signaal wat ik afgeef is dat men aan die bevolking moet uitleggen waarom bepaalde regio's een prioritaire behandeling krijgen wanneer het gaat om oplossing van een landelijke problematiek. En dat is nu de bestrijding van COVID in Suriname. Dan verwacht ik dat er meer uittekst en uitleg wordt gegeven aan de Surinaamse bevolking. En dat we niet, wanneer wij berichten lezen, de indruk krijgen dat het weer die oude koloniale witte Nederlanders die alles weten, Bakrakoni, zeggen we in Suriname, en die gaan samen met die slimme Surinamers, dat zijn de Hindustanen. De rest is geclassificeerd als niet in staat Suriname te ontwikkelen. Dat hebben we van professor Ori kunnen horen. Dus dat is de visie die er heerst bij de VAP. En je krijgt dus wel haast de indruk dat men daadwerkelijk, want ik luister ook naar die berichten en ik lees de literatuur, ik lees de kranten, de tijdschriften, en dan krijg je dus toch de indruk dat er iets niet klopt in Suriname. Het nationale is zoek. Dat is wat ik kort wil samenvatten. En dan ga ik verder, want anders krijg je andere berichten. Geen kans. Ik kom op deze kwestie kom ik terug. Maar ik gezegd is gezegd. Zo men in de termen van de vroegere Surinaamse parlementariërs, de politici, ik herinner me nog, als ik dit zo uitspreek, herinner ik me de uitspraken van Sumita in de Surinaamse Staten, dat is het parlement van Suriname, waarbij hij door de voorzitter gevraagd werd zijn woorden terug te trekken. En toen zei Sumita, ik heb mijn woorden al teruggetrokken, maar gezegd is gezegd. Ja, dus hij blijft op zijn standpunt staan. En ik kom nogmaals op de kwestie van de etniciteit van deze regering terug, omdat het een terugkerend probleem is dat vergt om een zeer omzichtige, maar toch wel stabiele benadering. En we moeten ervoor niet uit de weg gaan. Ik heb het gezien, ik heb het meegemaakt in de politiek, ook in Nederland, toen men de opkomst van Pim Fortuyn beleefde, een fenomeen in de politiek waar men geen antwoord op had. En toen heeft men de fout gemaakt in Nederland om de signalen uit de richting van Pim Fortuyn niet serieus te nemen. Er werd een beetje met hoongelach gereageerd op Pim Fortuyn. En het is toch geëindigd in een drama. En daarna hebben we gezien dat er aan de rechterzijde van de Nederlandse politiek heel wat turbulentie ontstaan is. En Suriname is een kolonie van Nederland geweest, maar vele dingen ontwikkelen zich als een blauwdruk van de Nederlandse constellatie. En daarom geef ik dit voorbeeld dat in Suriname wij de indruk krijgen, en die leuze is ook al gebruikt in de politiek, dat de overname
van het beleid, het wanbeleid van de regering Bouders. Laten we daarover eens zijn dat die overname niet de indruk moet wekken dat die nieuwe regeerders nu ja, een handje klap met Nederland organiseren. En men noemt het in Suriname zelfs de recolonisatie van Suriname. Ik hoop niet dat we die kant op gaan, maar dat Nederland het zelfrespect, het respect opbrengt voor de Surinaamse authenticiteit, voor de Surinaamse soevereiniteit en dat wij Surinamers ons nationaal opstellen en geen etnische groepen vooruit trekken of voorkeursbehandeling geven, zoals nu het geval is met de Hindustanen en met de nazaten van de Bosland-Kriolen in Suriname, die zich nu deels Maron noemen. Maar er zijn grote tegenstellingen binnen die groep, dat weten we al. Er is nu een enorme grote tegenstelling zich aan het voltrekken tussen de Aucaners en de Saramakaners, waardoor je gerust kan stellen dat Brunswijk, die telkens in één adem wordt genoemd als de vertegenwoordiger van de Kriolen in Suriname, dat het pertinent onjuist is. En dat de uit Afrika afkomstige Surinamers zich niet verenigd voelen in de ABOP. De ABOP is geen spreekbuis van etnische groepen. En precies daar ligt de frictie, omdat bij de Hindoestaanse groepen het ook zo is dat de VAP niet de sentimenten vertolkt van de totale Hindoestaanse bevolkingsgroep. Ja, en dat er ook de onrust is in de Hindoestaanse kringen in de VAP. Dus wanneer ik praat over etniciteit en het voorbeeld van Ikeri aangeef, dan wil ik daarmee niet zeggen dat, dat de VAP een eenheidsworst is. Er is binnen de VAP heel veel tegenstellingen en die worden weggedrukt door een dictatoriale opstelling van het VAP-bestuur, dat geregeerd wordt door een kleine groep die verbonden schijnt te zijn met de Ayers Maatsch. Dat is een geestelijke stroming binnen het hindoeïsme. En het punt is dat dus men nu de verkiezingen, de democratische verkiezingen, in die partij heeft uitgesteld. En volgens hoe men het heeft geformuleerd, moeten we erop rekenen dat in de korte en de nabije toekomst er niet verwacht hoeft te worden dat de VAP democratische verkiezingen zal houden binnen de partij. Dus dan ziet het er somber uit als je tegen deze achtergrond van onrust in de ABOP en onrust in de VAP, de twee grootste regeringsvertegenwoordigers, dat je moet constateren dat zij geen nationaal beleid voeren, maar een beleid van bevoordelen van familie en vrienden. Ja, en dat maken ze gewoon bekend. Dat zit ik niet te fantaseren hier voor u. Bijna alle benoemingen, als je ze onder een vergrootglas legt, van de laatste maanden komen neer op het accommoderen, zoals men dat in Suriname zegt, van vrienden en familie, om die voor te trekken. En binnen de Hindoestaanse groep is er heel veel kritiek daarop. En binnen de Kriolse groep, dat is de essentie van wat ik zeg nu, is er ook heel veel opmerkingen. Want wanneer zie je dat diezelfde minister van Volksgezondheid heel hard de criticasters van zijn beleid aanpakt en door hen voor de rechter te slepen, en dan zie je dat Kriolse deskundigen zijn die vanuit de alternatieve geneeskundige visie alternatieve visies ontwikkelen op de heersende pandemie. Iets dat gewoon vrij staat. Het staat er ieder vrij om een mening of een attitude te hebben ten opzichte van de pandemie die over de hele wereld heerst en waar geen duidelijk antwoord op is. En de hele wereld doet mee aan die discussie van wat wij ons bij deze pandemie ons moeten voorstellen. En wanneer je ziet dat die minister kordaat optreedt volgens zijn principes tegen mensen uit een andere etnische groep dan de zijne, die een andere mening erop nahouden en dan
wel voortvarend weet op te treden. En, deze mensen dreigt met fysieke aanpak. Ja? En aan de andere kant zie je dat deze minister op het uur u eigenlijk veel te laat hulp is gaan zoeken bij Nederland. En dan zie je dat de hele bevolking daarmee eens is. Want die ziet dat er niks gebeurd is in Suriname. En dat de besmettingen toenemen. Er wordt geen enkele mededeling gedaan over het aantal extra besmettingen en het aantal extra doden. In welke etnische groepen en deelstaten of districten de meeste doden vallen. Dus er wordt geen inzage gegeven in de aard van de toename van de pandemie in Suriname. Waar vallen die slachtoffers en waarom? Dat onderzoek wordt niet gedaan. Maar dan zie je dat men met een Nederlandse hulpmissie van deskundigen, waar alle vertrouwen in is, we hebben natuurlijk een goed vertrouwen in de Nederlandse expertise. En die bevolking is zeer blij met de hulp uit Nederland. Maar het wordt verkwanseld als die hulp langs een trechter gaat van richting VAP. En men de indruk kreeg dat die minister van Volksgezondheid prioritaire groepen heeft die behandeld worden of waar de aandacht naartoe gaat. Daar luid ik de alarmbel voor. Van die signalen heb ik opgevangen uit de praktijk. En alles wijst erop dat men in feite die COVID-pandemie politiek gebruikt. En die bevolking, en dan heb ik het over niet men in het algemeen, de VHP. De VHP, decision makers, die beslissen over de VHP. Die wekken de indruk dat zij met Nederland samen het varkentje wel zullen wassen. En dat wordt in Suriname etnisch opgevat en leidt tot scheve verhoudingen. En ik hoop niet dat die verhoudingen zullen leiden tot sociale onrust op korte termijn. Want het is heel ernstig wat ik u nu zeg. In plaats dat die crisis ons verbindt, dat we als volk één vuist maken om onze problemen ter hand te gaan, zien we dat er wordt gedaan alsof er één groep de oplossingen gaat brengen. Dat zijn de Hindustanen. En dat die bij hun superieuren hulp zijn gaan zoeken, de Nederlanders. Want Bakara kon niet. En Bakara's hebben geld. En dat men het signaal afgeeft dat men wel met de Nederlandse beleidsmakers samen met de Hindustanen Suriname op een andere rail zullen brengen. En daar is men niet content over in Suriname. En men moet ook de tegenstelling met de NDP niet misbruiken. Want ik ben ook een tegenstander van de NDP. Maar ik ga niet bij elke kritiek doen alsof ik namens de NDP praat. Want dat is niet zo. En dat moet die regering ook niet doen. Zodra men iets kan rapporteren. En ik las een stuk dat iemand van de VAP overigens zeer blij was dat de president in de assemblée zich rechtstreeks zou hebben gericht door de NDP en die mensen de oren heeft gewassen. Dan zeg ik, dat is niet de attitude om met z'n allen naar oplossingen te zoeken voor de crisis die er momenteel in Suriname heerst. Ik was begonnen te wijzen op de voetbalgekte die in Europa is, die gekte bestaat ook in Suriname. Want ook in Suriname volgt men het voetbal. En dat kan ik zeggen voor de mensen die even dit weekend niet bij de les waren wat betreft de sport, wil ik zeggen dat de Europese kampioenschappen voor landenteams die zijn begonnen afgelopen vrijdag. En de openingswedstrijd was tussen Wales en Italië. Italië won die wedstrijd. En we zijn inmiddels al door het weekend heen. En vanavond is gespeeld de wedstrijd Nederland-Oekraïne. En Nederland heeft die wedstrijd met 3-2 gewonnen. Dat was een zitterend spannende wedstrijd. Omdat Nederland een hele tijd met 2-0 voor stond. En dat toch de Oekraïne erin slaagde op gelijke hoogte te komen. Het was op een gegeven moment 2-2. En het zag er zelfs naar uit dat de Oekraïne zou doorstomen. Dat waren de spannende momenten waarop toch een Nederlandse voetballer
met Surinaamse referenties. Dumfries een einde aan alle twijfel bracht en met een prachtige kopbal de eindstand naar 3-2 voerde. En heel Nederland was natuurlijk in een euforie. Men was blij en Nederland heeft dus haar eerste openingswedstrijd in het toernooi met succes volbracht. Nederland-Oekraïne 3-2. En ik moet u zeggen, de verrassende factor in dit toernooi is zeker België. Ja? En met name de naam Lukaku wordt genoemd als de smaakmaker. België die won van Rusland in de openingswedstrijd met 3-0. En Lukaku die stal de show. En dat is het nieuws van het Europese voetbal. En ik moet u zeggen, ik vernam uit de internationale nieuwsberichten dat er een team van wetenschappers in Europa zich heeft toegelegd om met inachtneming van de geschiedenis en met inachtneming van de niveauverschillen tussen de verschillende competities in Europa, heeft men een voorspelling trachten te doen van wie de winnaar zal worden in het toernooi, de Europese kampioenschappen voor landenteams. En de boekmakers die tippen Frankrijk als belangrijke kanshebber. En ik heb het in het vorige programma aangegeven dat er onderzoeken ook zijn gedaan in Nederland. Opiniepeilingen die wijzen in de richting dat slechts een aantal procenten, maximaal 5% van die Nederlandse bevolking de geloof heeft dat Nederland het kampioenschap zal halen. Hoewel in het algemeen de hoop er wel is dat het Nederlandse team in de loop van het toernooi zal groeien. En dat maakt het spannend, want de bal is rond, zegt men bij voetbal. Alles kan gebeuren. Sterke teams kunnen teleurstellen. Verdetten kunnen teleurstellen. En er kunnen onverwacht ontwikkelingen zich ontpoppen in zo'n toernooi, waarbij een team waar we het niet van verwachten gaat groeien en er met de cup vandoor gaat. Laten we hopen dat dat geluk Nederland ten deel zal vallen. Verder wil ik erop wijzen dat wij in Zuid-Amerika, Suriname ligt nou eenmaal in Zuid-Amerika, ook gelijktijdig met de kampioenschappen in Europa, hebben wij in Brazilië is geopend de Copa America. Dat is een soort kampioenschap voor Zuid-Amerikaanse teams. Ja, en die Copa America, die dus nu in Brazilië is geopend, die bestaat al vanaf 1916. Ja, en die Copa America is georganiseerd, of wordt georganiseerd door CONMEBOL. CONMEBOL moet ik zeggen. CONMEBOL is de organisator. En dat is een soort Confederación Sudamericana de Futebol. De voetbal. Dus dat is de volledige naam. Maar die wordt ook genoemd CONMEBOL. CONMEBOL is de organisator. En het is vergelijken met de UEFA in Europa. En de CONMEBOL die in 1916 is begonnen, dat zeg ik even voor die mensen die toch een beetje de Zuid-Amerikaanse soevereiniteit graag willen ondersteunen, dat de Zuid-Amerika tientallen jaren eerder dan Europa op continentaal niveau voetbalde. En de CONMEBOL is dus ouder qua leeftijd dan de UEFA van Europa. De UEFA is in 1954 begonnen, maar de CONMEBOL, die dus de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen voor landenteams organiseert, bestaat al vanaf 1916. En dat is dus een prettig gevoel. En de hoofdzetel van de CONMEBOL is in de stad Luque in Paraguay. Ja, dan weet u dat ook. En voor dit jaar is Brazilië favoriet. Dat is aangegeven door de boekmakers. Omdat Brazilië al in 2019, dat is vorig jaar,
twee jaar geleden kampioen was. En die CONMEBOL-competitie van Zuid-Amerikaanse teams heeft niet altijd consequent elk jaar plaats gehad. Af en toe heeft men een jaartje overgeslagen. Maar in ieder geval, Brazilië is favoriet. En dan de drie sterkste teams die meestal in die top tegen elkaar om het kampioenschap vechten. Dat is Brazilië, Argentinië en Uruguay. Ja, die blijken telkens weer de sterkste te zijn in Zuid-Amerika. En ik wil u de update over de successen of de resultaten van deze competitie in Zuid-Amerika is of zijn. Dat vandaag is gespeeld de wedstrijd Brazilië-Venezuela. En Brazilië heeft met 1-0 gewonnen van Venezuela. Venezuela heeft ook een behoorlijk sterk team. En ik vergat op te merken dat Suriname niet wordt gerekend tot die Latijns-Amerikaanse landen, tot die Zuid-Amerikaanse landen. En in een andere competitie is ingedeeld en die noemt men CONCACAF. De CONCACAF-competitie is op dat niveau van de Copa America en dus op dat niveau van die Europese competitie voor landenteams. Maar Suriname is ingedeeld in een pool met de Caribische eilandstaatjes, het Caribisch gebied, dus de Guyana's, het Caribisch gebied en Midden-Amerika. Ja, dus die zitten in die pool van de CONCACAF. En ja, dat is wat ik te zeggen heb over voetbal. Naar aanleiding van de spanning die er zowel in Suriname als in Europa heerst rondom de Europese competitie voor voetballers, voetbalteams, kampioenen. En het gaat om landenteams die tegen elkaar uitkomen, de verschillende landen. En dat is per continent. Zo heb je ook in Afrika een Afrikaanse competitie en in Azië. Van tijd tot tijd zal ik daarover wel mededelingen doen, omdat dat behoort ook tot het totale panorama van de wereldpolitiek. Ja, de sport en politiek gaan samen. Het zijn onafhankelijke fenomenen, maar je kunt ook in die sport de weerspiegeling zien van de sterke economieën en politiek voeren in verschillende landen. Goed, het volgende nieuws is, want ik heb nu minder tijd, dus ik ga snel een paar onderwerpen behandelen, dat er overstromingen hebben plaatsgehad in Guyana en dat de president Irfan Ali de noodtoestand heeft afgekondigd en heeft bekendgemaakt dat er meer dan 28.000 huishoudingen getroffen zijn door wateroverlast. En hij benoemt deze rampsituatie, waarvoor hij die noodtoestand heeft afgekondigd, tot het niveau 2 van wat men verstaat onder rampen, nationale rampen. En ik was zo content met de berichtgeving uit Guyana, dat in een kort bericht men de juiste dingen kan aangeven. En men geeft aan dat er wetgeving is gemaakt over criteria die worden gehanteerd om een situatie in het land uit te roepen tot een rampensituatie, waardoor men op grond van die wettelijke ondersteuning internationale hulp kan inroepen. Ja, dan zeg ik, dit is een bericht waar Suriname veel van kan leren. En dan wordt er gezegd hoe dat op grond van wetgeving, op grond van officiële verklaring van de noodtoestand in verband met de wateroverlast, heeft men dat niveau ook benoemd, niveau 2. En men vraagt concreet $48 miljoen steun aan het Guyanese parlement om bij te staan in deze rampensituatie. En dan heb je dus in een nutshell, dat zie je dus gewoon aan de hand van de berichtgeving, de georganiseerdheid van de Guyanese overheid, waar Suriname een puntje aan kan zuigen. Ja, dat is eventjes gezegd, want Suriname heeft ook last van water. Er is heel veel wateroverlast in Suriname. Maar die berichtgeving is niet coherent. En dat is ook mijn klacht die ik zo net voor u overbracht, over de etniciteit, dat gehannes met families en vrienden, et cetera, op etnische basis. En dan maakt men je bang als je erover wil praten. En zo is het ook met wateroverlast. We leven nu in de grote regentijd in Suriname, die ik in een van de komende uitzendingen ook ga behandelen,
zodat hij ook die regentijd kan begrijpen en kan en weet waar u de problemen moet verwachten in de regentijd. In Guyana heeft men het allemaal beter op een rijtje en kan men dus direct na het constateren van het probleem weet men welke wegen men bewandelen moet om naar internationale hulp te zoeken. En is men dus concreter, kordater en efficiënter bezig. Het aantal verkeersdoden in Suriname, wil ik even zeggen, dat is weer alarmerend. We stevenen af dat we straks nabij de 50 zijn. Het zijn er nu al 45. Ja, en ik had dit al de vorige keer willen behandelen, maar het komt erop neer dat wat mij opvalt, is dat plotseling Coroni een hoofdrol speelt, dat er in Coroni gewoon in, iets voor het weekend al 3 doden zijn gevallen. Een grootmoeder en haar kind in een auto en weer een andere verkeersdeelnemer. En als we degene die Suriname goed kennen, die weten dat Coroni een plaatsje is, met alle respect voor Coronianen. Maar je kijkt even om naar links en naar rechts en je rijdt in een auto en je bent Coroni voorbij. Het is één grote straat, een officiële hoofdweg die door het hele district loopt. En er zijn een paar secundaire zandwegen die allemaal op die hoofdweg uitkomen. Je kan nauwelijks spreken van een ingewikkelde verkeerssituatie. En wanneer je hoort dat er dan verkeersdoden vallen in Coroni, dan moeten onze haren wel de bergen reizen. Dat je afvraagt van, wat is er in Suriname aan de hand met de rijvaardigheid en met het verkeersfatsoen en met gewoon ja, de opstelling van de Surinamer, gewoon de houding, de attitude van de Surinamer in het verkeer. Er schort heel wat aan. Het is een alarm, de situatie. Dus dat is wat betreft het verkeer. En dan ga ik richting het einde door te wijzen op een vervelend bericht. Weer was Suriname, weer te schande wordt gezet. Is dat een SLM-vliegtuig ja, is in Miami aan de ketting gelegd. Ja, omdat Suriname haar schuld niet heeft betaald. En dat vliegtuig is door de lessor verboden om verder te vliegen. Het is de B737-700-BZTCT. Ja. En het gaat om vlucht PI-422, die dan via Georgetown en door gebruikmaking van de American Airlines heeft men een aantal passagiers via Georgetown naar Suriname kunnen begeleiden. Maar ik moet u zeggen, het is in en out shintori dat Suriname nu internationaal zo'n figuur slaat. Dat is niet de eerste keer. Nu is het in korte tijd de tweede keer dat een vliegtuig in feite uit de roulatie wordt gehaald. En weet u wat het is? In plaats dat je met een goede analyse komt en verantwoording voor die bevolking, dan komt men met tegenberichten. Alsof men tegen een onzichtbare vijand vecht. Dan krijg je een bericht dat de schuldenlast van de SLM bedraagt $100 miljoen. Dat is de schuldpositie van het noodlijdende bedrijf, waar men pas geleden een Nederlandse directeur, Paul de Haan, heeft aangesteld om de problemen op te lossen. Nadat heel wat Surinaamse deskundigen analyses hebben gemaakt om de regering erop te wijzen dat het bedrijf noodlijdend is en dat je beter dat bedrijf kan stopzetten. Nee, die Surinamers vertrouwen zichzelf niet. Die gaan dan een Nederlander nu aanstellen als directeur met een riant salaris, maar daar wil ik het niet eens over hebben. En die meneer, die belooft een heleboel dingen en dan gaat men wel in het gareel zitten om te luisteren naar wat meneer Paul de Haan uit zijn toverhoed gaat toveren. Want hij gaat die SLM draaiende houden. En dan zie je dat meneer Paul de Haan tot diezelfde conclusies komt. Dat je eigenlijk dat ding moet opdoeken. En of hij vraagt, dan heeft hij een mooi plan gemaakt. En dan heet het crisisherstelplan van de SLM voor het jaar 2021 tot 2023. Dat wordt dan ingediend.
En dan, weet u, ik ga u nu vervelen. Dan wordt dat eigenlijk niet bij Brunswijk. Ik moet toch lachen. Meneer Paul Haan, dus die Nederlander, die witte man, die komt dat toneelspel ook meespelen hier in Suriname. Levert die een herstelplan in bij Brunswijk. Niet bij meneer Santoki. Meneer Santoki is niet verantwoordelijk voor het verval van de SLM. Daar heeft de VAP niks mee te maken. Want de VAP heeft alleen met gunstige dingen te maken. Zodra er iets slecht gaat in Suriname, ze zijn boos op de NDP. Die heeft die chaos veroorzaakt in Suriname. En dan wanneer je je afvraagt wat gaat men dan met die SLM doen, dan zwijgt de VAP. Dat is het Brunswijk. Dus meneer Paul de Haan doet mee met het toneelspel. Die is zogenaamd zijn crisisherstelplan 2021-2023 gaan indienen bij Brunswijk. Ik wens hem veel succes met de tweede president van Suriname. Volgens de praatjes van de VAP. Maar we weten, degene die een verstand op de juiste plek hebben, die weten dat de VAP alles bepaalt in Suriname op dit moment. Brunswijk is een grote grap en is van geen allerlei politieke betekenis in Suriname. Brunswijk kennen we als de man met een korte lontje, die alleen met fysieke dreigingen iets kan bereiken. En dat is natuurlijk illegaal. Dat staat men nergens in de wereld toe. Dus Brunswijk is, zoals men dat in Frankrijk zou uitdrukken, kwaliteit niet gidable. Het is negeerbare kwaliteit. En zegt de meneer Paul Haan, die belooft een heleboel dingen. En de nieuwe directeur, die zegt als hij vraagt aan meneer Santoki, dus dan gaat hij, die vraag wordt niet gesteld aan Brunswijk, maar aan meneer Santoki. Maar meneer Santoki, wanneer jij je crisisherstelplan voor Suriname behandelt in de assemblée, kun je rekening houden met de uitgavenpost van 2 miljoen per maand staatssteun. Ja, dus dat wil zeggen, het moet opgenomen worden in die staatsbegroting om de SLM uit de problemen te helpen. 2 miljoen per maand vraagt de SLM. Terwijl de SLM in de maand mei met moeite de salarissen kan uitbetalen van de medewerkers. En de problemen van de SLM zijn samengevat. De politieke inmenging in bestuur en toezicht van de SLM. Het mismanagement en de verkeerde strategische beslissingen met betrekking tot hun vlootontwikkeling. En als derde post kan je zeggen de personeelskosten. Dat men aanvankelijk heeft gegarandeerd dat er geen massale ontslagen zouden volgen bij het SLM-personeel. Maar toen het op aankwam, is men nu een ontslagvergunning gaan indienen. Ja, in tegenstelling tot wat deze directeur Paul de Haan heeft beloofd, is hij toch bezig te plannen hoe hij dan de helft van het personeel van de SLM de laan uit gaat sturen. En dan komt hij met toekomstplannen om een transitcarrière te maken van de SLM en om ook in de rij te gaan staan bij het IMF. Dus die SLM die doet allerlei dansjes om mee te delen in mogelijke subsidies die van de richting van het IMF worden verwacht. Nou, dat was het voor deze keer, denk ik. Want ik ben zo aan het einde gekomen van mijn bijdrage deze keer. Ik ga de volgende keer toch in op de groentekwestie die ik u in het verhuizig heb geplaatst. En ik heb ook het plan om me te gaan storten op die koopkrachtverlichtende maatregelen die door president Santoki zijn aangekondigd. En bij de eerste visie, ik heb de cijfers een beetje bestudeerd en gekeken naar die overzichten. En dan valt mij op dat wanneer men bij de regering in VAP-kringen praat over koopkrachtverlichting, men alleen maar bezig is met geldzaken. Terwijl koopkracht wordt door meerdere factoren bepaald. Je moet het ook hebben over de prijzen, je prijscontrole en je import en export die je onder controle gaat hebben. Maar dat voor een volgende keer.
ja, ik heb het zo'n beetje gehad. En de tijd gebiedt mij afscheid te nemen van u. Dit was Ludwig van der Lee voor Radio Tamara. Bedankt voor uw aandacht. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Odi, odi. Ja, Ludwig, bedankt en tot de volgende keer.